Het is vandaag zondag 3 april en het is 10:30. Ik ben al wakker van 8:30. Ik ga me zo meteen al douchen omdat we vanavond uit eten gaan en Silke komt. Dus dan ga ik me gewoon nu al douchen, want anders heb ik straks te weinig tijd. Ik heb net mijn vlog bewerkt. Die is nu aan het renderen. Die is nu 39% en ik ben ook de vlog van Masha aan het kijken. Als ik dat gedaan heb... ga ik mij dus douchen en aankleden en zo. En straks als Silke dan naar huis is, kan ik gewoon even mijn kleren aan doen vooruit te gaan eten. En dan mijn make-up alleen nog doen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Het is 2:30 en Silke is nu hier. Ik heb je echt al super lang niet meer gezien. En de laatste tijd maak ik echt dat ik in vlogs aan het zeggen ben dat ik vriendin al heel lang niet meer gezien heb. Dat is echt raar. En we gaan nu een ijsje eten bij Puccini, want het de zon schijnt. Of in ieder geval net scheen die nog. En nu is hij weg. Dus we gaan nu. Hey. Stop. We hebben net even geshopt en een ijsje gegeten. Ik heb daar niks van gevlogd. Ik ben echt een fantastische vlogger. Ik wil gewoon eten. Ja, want het was gewoon heel gezellig en grappig. En er waren net allemaal rare mensen op ons aan het toeten. En er waren ook zo'n paar jongens. Zij was heel lachen en die deden door het raam ons na. Die waren ook zo onze lachen na. Dat was echt van, wat? Dat was echt grappig. Oké, we gaan nu naar huis wandelen. Het is echt lekker warm weer. En, zo warm. Ja, inderdaad. Maar het is wel fijn. Dus, en mijn nagel is afgevallen. Ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar ik die ben kwijtgeraakt. Ik denk in de McDonald's, ik weet het niet. We zijn hier back to the jasje. Ja, dat kan. We zijn in de McFlurry gaan eten trouwens. Dus, we zien jullie zelfs weer. Het is 4:40 en Silke is naar huis. Het was echt heel erg fijn. We hadden elkaar al heel lang niet gezien. En het was echt gewoon heel grappig. We hebben super veel gelachen. Het was echt een geslaagde dag. Ik ga nu mijn make-up doen, want we gaan dus om 6:00 uit eten. Ik heb weer het grijze kleedje aan, hetzelfde als gisteren. En ik ga nog even mijn haar bijstellen en mijn make-up doen. Dus dat zal ik jullie laten zien. Zo, ik ben volledig klaar. Mijn make-up is gedaan. Mijn haar heb ik bijgesteld. En ik heb een nieuw tasje gekocht met Silke. Deze in de New Yorker. Hebben allebei dezelfde gekocht. Superleuk. En ja, we gaan zo meteen vertrekken. Ik hoop dat ik nog kan vloggen daar, want mijn telefoon is plat. Dus ik zie nog wel. En ja. Haar? Nee, ja. Het is 11:30 en we zijn terug thuis. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ik heb ook mijn nagels eraf gehaald. Want die vielen echt één voor één af. Nu zit er echt niks van dat lijm op. Ik heb het met nagellakremover heel goed afgehaald. Nog met water en een wattenstaafje geschuurd. Nog met mijn blokveil. Maar niet alle lijm gaat er heel goed af. Maar ja, dat zal er wel vanaf groeien, vallen en zo. Dus dat laat ik nu gewoon zo. Misschien dat ik gewoon mijn nagels ga lakken of zo. Want ze zien er nu best wel raar uit. Nu er een tijdje die plaknagels hebben opgezeten. Ik moet nu zeggen dat ze niet heel erg lang blijven zitten. Ik vind ze wel fijn en mooi en zo. Maar... als je bijvoorbeeld echt een stomme beweging doet, want mijn duim is echt super vaak afgevallen. Die plakte ik er dan gewoon terug op, maar nu was echt alles heel vaak afgevallen. Dan denk ik, ja, dan haal ik het er wel gewoon af. Ze zijn trouwens van Kruidvat. Ik zal ze even filmen, want sommigen vroegen zich af welke het waren. En ik zal ze even laten zien. Het zijn, wow, het zijn de Kruidvat Natural Look. 48 nagels in 10 verschillende maten. En dit is, ik heb ze in de vorm ovaal. Bij mij had je alleen ovale vormen. Misschien een andere Kruidvat filialen hebben ze misschien ook nog spits of zo. Ik weet het niet. Maar ik heb ze dus van Kruidvat en ze waren iets van,
Ik weet de prijs niet meer, maar ze waren helemaal niet duur. Het was vandaag een heel fijne dag. Het eten was super lekker. Daar heb ik ook gevlogd. Ik heb geen dessert gegeten, want ik had echt genoeg. Ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!